Hallo ouders, hallo leerlingen, daar ben ik weer. Op de laatste dag, voordat de herfstvakantie begint, nog een korte videoboodschap. Allereerst een hartelijke groet aan de leerlingen van het Team Theorie. Jullie hebben deze week online onderwijs gekregen. Ik heb hier positieve geluiden over teruggehoord. Online onderwijs is natuurlijk een noodmaatregel. Ik hoop dat we elkaar na de herfstvakantie weer zien en dat de lessen gewoon in de school weer kunnen worden gegeven. Er wordt vandaag ook een informatiebrief gemaild naar u over uiteenlopende onderwerpen. Twee onderwerpen wil ik in deze video toelichten. Allereerst de coronabesmettingen in onze school. Twee weken geleden was ik blij en dankbaar dat er nog geen meldingen, geen besmettingen in onze school waren vastgesteld. Nu is het helaas anders. Afgelopen maandag hebben we u daarover uitgebreid geïnformeerd. Inmiddels zijn er nu 6 leerlingen en 3 docenten positief getest. Elke keer als er een leerling positief wordt getest, informeren wij de ouders van de klasgenoten of het cluster. Als er een medewerker positief getest is, informeren we de ouders van de klasse waar de medewerker de les aan heeft gegeven. Ik wil nogmaals benadrukken dat de beslissing om afstandsonderwijs te geven aan de klasse van het Team Theorie is genomen uit voorzorg. Samen met de GGD kwamen we erop uit dat dit het beste besluit was. Ik wil u bedanken voor de positieve reacties en voor uw begrip op dit besluit. Op dit moment ga ik ervan uit dat we na de herfstvakantie alle lessen weer gewoon in de school kunnen geven. Mocht dat veranderen, dan informeren wij u er uiteraard over. Het tweede onderwerp is het dragen van het mondkapje. Er zijn grote zorgen over de stijging van het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames. Dinsdag tijdens de persconferentie zijn strengere maatregelen aangekondigd. Eén maatregel is dat er een verplichting komt om een mondkapje te dragen in de scholen. De afgelopen weken was er al een dringend advies en zagen we dat steeds meer leerlingen dat mondkapje gingen dragen door de school heen. Vanaf maandag 26 oktober, na de herfstvakantie, wordt het dragen van een mondkapje in onze school echt verplicht. Ik doe een appel op u als ouders om nauw samen te werken met de school en om uw verantwoordelijkheid te nemen. Alleen samen gaat het lukken en dragen we een klein steentje bij aan de bestrijding van dit virus. Wilt u het er met uw zoon en dochter over hebben? En ervoor zorgen dat er één of meerdere mondkapjes bij zich heeft en dat hij die ook draagt in de school. In de informatiebrief staat nog meer informatie over dit onderwerp. Ik wens u en jullie allemaal een fijne en een veilige herfstvakantie toe. Veel sterkte en beterschap aan de leerlingen en de medewerkers die positief zijn getest en thuis in quarantaine zitten. Hopelijk zien we jullie na de herfstvakantie weer terug in de school. En wat zou ik het fijn vinden als we gewoon alle lessen weer in de school zouden kunnen geven. Ik en mijn collega's, we hopen het echt van harte. Een hartelijke groet namens alle medewerkers van het Willem van Oranje College.